Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het echt een super drukke dag, maar wel een super leuke dag voor ons. Vandaag komt namelijk de inboedel binnen. Er is al een heel deel hier binnengekomen, maar ze moeten echt twee keer rijden. Dus de rest komt er zo aan. Vandaag komen mijn IKEA kasten binnen. Vandaag komt wasmachine droger en koelkast binnen. En vandaag gaan we ook verven. We gaan echt super veel doen vandaag. Dus ik heb genoeg om met jullie te delen. En er is nog iets dat ik met jullie wil delen. En dat heeft totaal niets te maken met de verhuizing. But a little bit of fashion. Ik heb namelijk weer super leuke items mogen ontvangen van Ana Luisa. En voor de mensen die niet weten wie Ana Luisa is. Ana Luisa is een merk dat gespecialiseerd is in sieraden. Ze verkopen echt hartstikke veel sieraden. Goud, zilver. Ze verkopen zelfs diamanten sieraden. Als je jezelf net ietsjes meer in het zonnetje wilt zetten. En waar Ana Luisa mij super blij mee maakt, dat zijn hun subtiele sieraden die ik echt like altijd om heb. Ik heb altijd sieraden van Ana Luisa in. Oorbellen. Armbandjes. Kijk, dit soort schattige dingetjes verkopen ze allemaal. En deze heb ik ook altijd om. Kijk, zo mooi. Love it. En nu heb ik 4 nieuwe items mogen uitkiezen. Dus ik laat het jullie gelijk zien. Let by the way niet op mijn nagels, want ze zijn zwaar uitgegroeid en ik moet het echt gaan doen, maar ik heb gewoon geen tijd. Ik moet echt tijd gaan maken, want het kan gewoon echt niet meer. Maar goed, anyways. De ring die ik jullie nu ga zien, dat is een ring die ik al had, maar door de brand hebben zij die dus weggedaan, omdat die gewoon helemaal, ja, die kon ik gewoon niet meer gebruiken. Dus nu is hij weer, nu heb ik hem weer en ik ben er zo blij mee. Dit is de... Deze ring heet Yax. En deze is gewoon everything. En jullie gaan precies zien waarom. Kijk. Ik ben echt super blij dat ik hem weer heb. Nou, dat is item nummer 1. En ik hoor Cyrano al voor de deur praten. Dus hij komt zo binnen. Oké. Okay, item nummer 2 is ook een ring. En dit is de Michelle ring. Deze is zo mooi. Ik weet niet. Ik heb echt een soort van, niet per se obsessie. Maar ik hou gewoon... van gouden sieraden met groen. Het is gewoon echt. Goud met groen is echt een vibe. Dus nu heb ik hier dus ook een ring. Goud met groen. Dit is de ring. Hij is net ietsjes te klein om hem op mijn wijsvinger te zetten. Maar ik wou hem eigenlijk voor mijn wijsvinger. Maar dit is ook niet verkeerd. I love how it matched together. En dit is het volgende item. Dit is item nummer 3. En dit is een ketting. En hij is goed verpakt. Ik haal eventjes het plakketje weg. Yes. Oh, it's so pretty. I love it. Het fijne daarvan is, hij heeft verstelbare sluitingjes. Waardoor je kan kiezen of je hem een beetje als een choker wil dragen. Of een beetje wilt laten hangen. En last but not least heb ik hier nog een kettingje. Deze heeft de letter K. Ook deze heeft van die... ringetjes waardoor je het kan verstellen. En dit is het hangertje. Kijk even hoe subtiel, guys. Het is niet bombastisch. Nou, dat waren alle items van Ana Luisa. Natuurlijk heb ik weer een kortingscode voor jullie kunnen regelen. Namelijk met de kortingscode WOLF20 ontvang je maar liefst 20% korting op je bestelling. In de beschrijving laat ik ook een linkje achter. Mochten jullie wat willen bestellen, daar zouden jullie mij heel erg mee helpen. Dan kunnen zij zien dat je via mij bestelt. En als je bestelt, vergeet natuurlijk niet de kortingscode te gebruiken voor korting. Maar goed, guys. Ik ga nu naar boven. En de boel alvast klaarzetten voor het verven. We gaan zo naar de Praxis toe. En dan gaan we verf uitkiezen voor de slaapkamer. Dus dat is wat ik nu eventjes boven ga doen. Day here. Alles zit als het goed is in deze grote wagen. Ah. Nu gaat het allemaal beginnen, jongens. Oeh. Nou, de IKEA is er ook. Yay. Ja, en Poolblue is er ook. Poep, poep.
Nou, ik ging dus eigenlijk naar de Gamma voor deze kleur Urban Taupe. Deze hadden we ook in Mason's kamer. Maar nu zie ik die café latte. Die is gewoon net iets warmer. Het is zo lastig dit. Ik denk dat... Oh ja, als we de rest van de muren wit doen, dan denk ik dat deze toch wel... Maar Cyrano zegt café latte. Ik zeg Urban Taupe. Kijk. Dus die... Ik denk dat het toch voor deze... Maar ik ben bang dat dit te gelig gaat zijn. Te gelig. Oh my god. Maar dan heb je ook nog die Sandy Beach. Is ook mooi. Zo lijkt het allemaal gewoon hetzelfde. Ja. Kijk. Of die. Of die. Het is te lastig. Ja, dit moeten we ook hebben. Ja. Deze is volgens mij... Het is gelijk 25 vierkante meter. Ik denk dat we aan eentje wel genoeg hebben. Nou, we hebben nu allemaal spulletjes bij de Action gehaald. En kunnen we eindelijk beginnen. Nou, we gaan eventjes een nieuwe stofzuiger halen. En we twijfelen dus heel erg tussen deze twee. Bij deze heb je zeg maar 60 minuten en 200 zuigvermogen. En bij die andere heb je 40 minuten en 150 watt. Dus ik denk dat we voor deze gaan. Ik vind deze kleur ook veel mooier. Kijk zoals ze moet. Yes. Nou guys, Coolblue is net geweest. En één drama. En nu weten we eindelijk wat de oorzaak echt was van de brand. Want we wisten het niet. Ze vermoeden koortsluiting. Wat inderdaad zo was, maar ze wisten niet. En nu weten we dus hoe de koort uit... Kortsluiting. En nu weten we hoe de kortsluiting is ontstaan. Want Coolblue is dus geweest. En gelukkig hadden die mensen verstand van het vak. Ze gingen het aansluiten. En ze zeiden dus, doe de schakelaar uit beneden. Hoe heet die schakelaar? De aardschakelaar. Doe de aardschakelaar uit. En hij deed het dus uit. En hij zei van, vriend, dat ding is nog aan. Hij zei, dat kan niet, want de schakelaar is uit. Hij zegt, doe het even uit. Hij zegt, het is uit. Dus toen ging hij naar beneden. Toen zei hij, huh, maar hoe is het dan nog aan? Dus nu was een ongeaarde schakelaar was nog aan. Toen zei hij, doe die eens uit. En toen deed hij die dus uit. En wat blijkt, de trekschakelaar is aangesloten op een ongeaarde schakelaar. En dat kan dus absoluut niet. Dus die mensen zijn hier geweest, hebben de boel helemaal gerenoveerd. En het klopt allemaal gewoon nog steeds niet. Dus die man zei, als ik het nu voor je aansluit, heb je binnen de kortste keren weer brand. Dus dit, wij gaan het niet voor je aansluiten. Die mensen moeten het gewoon even fixen. En daarna bel je ons weer en fixen wij het weer voor jou. Dus ik ben zo boos dat die mensen hier komen de boel renoveren. En het belangrijkste... Skippen ze gewoon. Dus gelukkig was er binnen 10 minuten was de elektricien gekomen die over ons huis gaat. Want normaal doen ze dat op afspraak, maar met spoed was hij er gelukkig binnen 10 minuten. En hij zag het ook. En die mensen van Coolblue zeiden ook van sorry, maar dit kan echt niet. Die mensen hebben al genoeg te voortduren gehad. Hoezo is dit niet gecontroleerd, gefixt? Zeiden ja, nee, je hebt helemaal gelijk. En we gaan dit met spoed fixen. Dus morgen gaan ze het gelukkig fixen. En daarna moet het... Heel gedoe, gelukkig wonen we hier nog niet. Want anders zou ik echt balen. Ik dacht, ai, mijn spullen zijn er. Maar nee, gewoon niet. Maar goed, anyway. Dat is weer een kleine vervelende tegenslag. Maar het wordt gelukkig gefixt. En Coolblue heeft het gelukkig ontdekt. Want anders... Is hier zo, hè? Huh? Wat is hier? Ja. Dit. Twee rode plekken bij jou. Ja, ik heb het bloed heet. Ik word snel rood. Oh. Maar goed, anyway, ik ben naar mijn moeder toe gegaan. En mijn moeder heeft lekker voor eten gezorgd. Hey, shout-out naar mijn moeder. She got us in Big this. Big shout-out. Big shout-out. Kijk even wat ze voor ons geflipt heeft. Met Mason aan de arm. Er moet goed gegeten worden, dus mijn moeder regelt ons. Bam. Oh, jullie weten dat ik honger heb, hè? Ik heb echt honger. En ons huis vreet ons nu echt op, want al die spullen liggen hier. I can't. Nee, kijk. Er komen nog 20 dozen. Ja, er komen nog 20 dozen aan, want
De verzekeraar was vergeten 20 dozen op te sturen. Dus dat komt er ook nog aan morgen. Nee, vrijdag. Oh, it's the cheese for me. Mmm, dat is heel lekker. Mm-hmm. Mama, mevrouw Wolof. Het is nog goed heet ook. Oh, wat lekker. En ze hadden die pasta dingen dat ze dat bij de TK Maxx had gekocht. Kijk guys, hier zit dus het vliesbehang op en dit is de normale muur. Kijk, het is niet perfect of zo qua kleur, maar dat gaat overheen geschilderd worden. Maar kijk even het verschil. Dit is veel beter. Het vliesbehang zit erop en kijk, alle gaten zijn weg. Die gaan we uiteraard nog overheen schilderen. De gehele jongenskamer. Een kleurtje geven, dus al die artikelnummers gaan natuurlijk weg. Nou, gisteren hebben we alle wanden met glasvliesbehang gedaan en vandaag is alles opgedroogd. En nu gaan we dit muurtje hier verven en de rest gaan we witten. En in de jongens hun kamer hebben we dit muurtje ook. Deze muur hebben we ook met vliesbehang gedaan en dat daarboven, dat moet nog wel geknipt worden hoor. Oké, nu gaan we onze kant witten. En al deze lelijke artikelnummers die moeten natuurlijk weg. Dus ik laat jullie zo meteen de aftershot zien. Ja? Ja. Ik zie Rana's hier al bezig. En je ziet het verschil heel duidelijk. Kijk, zien jullie het verschil? Dat is echt een beetje, ja, dof. En dit is echt spierwit. En deze, je ziet het verschil ook. Dit is echt wit. En dit is echt dof. Dof wit. I don't know. Het wordt zo mooi. Bye. Nu zie je gewoon echt dat dit gewoon gelijk is. Want eerst was dit een beetje, ja, hoe noemde ik het ook alweer? Doffig wit. En nu is het gewoon wit-wit. Echt perfect. En de verf die we gebruikt hebben hiervoor is dit. Eén keer dekkend. En nou, dat is het zeker. Helemaal perfect. We dachten, we hebben zo'n grote emmer. Laten we het gewoon nog een keer doen. Maar dat is dus niet nodig. En hier is dat allemaal dus ook gefixt. En nu komt het trots momentje. De muur. Kijk even. We hebben voor een beige kleur gekozen. Ik weet niet of jullie het goed zien. Sirana is nog wel bezig. Het moet nog opdrogen. Maar, oh my god, nee, je ziet het gewoon totaal niet op beeld. Dat is wel echt jammer. Misschien als ik wat dichterbij ga. Wat zie je niet? De kleur, je ziet het niet echt goed, maar het is echt heel nude, beige. En ik wou eigenlijk heel graag de kleur Urban Taupe. Iemand reageerde in de comments met, is het niet leuk als je iets van een beige muurtje doet? Toen ging ik even nadenken. Toen we net bij de praxis waren, toen liet ik Sirano dus Urban Taupe zien. En toen zei hij, ik denk dat lichter wel mooier gaat zijn. Iets een beetje richting beige. Dus toen dacht ik van, oh my god, iemand zei dat ook. Ik ga even die persoon erbij pakken. Wie was dat? Ik had net... Nel, dikke vette shout-out naar jou. Want echt waar, dat beige, het staat zo belachelijk mooi. Het is gewoon niet normaal. Nu gaan we over naar de boys room. En het was helemaal wit. En nu, nou eventjes aan de goede, oh jullie zien het al, jullie zien het al. Ja, er moet nog één kant op, maar je ziet het gewoon niet. Dat vind ik echt jammer. Helaas komt de kleur niet tot z'n recht op beeld, maar ik ben hartstikke tevreden over
De kleur Cyrano gaat er nu nog één keer overheen. Ik ga hem zo ook helpen, want de kamer van de jongens hebben we helemaal geschilderd. Dit zijn trouwens de wasmachine en droger. Jongens, ik ben er zo blij mee. Ik ben echt... Al kan het nu nog niet draaien. We hebben weer voor dit... Voor zo'n schuifplankje gekozen. En... We hebben de AdWash ook weer. Schoenenrekje. Sorry? Schoenenrekje. Oh ja. En even kijken, hoe gaat dit open? Oh, zo. Dit is de droger en er zit dus ook een schoenenrekje bij. Voor wat is een schoenenrekje dan? Voor je schoenen. Als je... Sorry? De trommel draait dan om je schoenen heen. Oh, er zit dus ook zo'n schoenenrekje bij. Ja, maar ik weet niet wie zijn schoenen in de droger gaat zitten. Maar de... je kan dus dit ook hier installeren. Waardoor je schoenen gewoon recht blijven en de kleren dan rondom je schoenen gaan. Zodat je schoenen niet kapot gaan. Dat is wel fijn. En ja, nee, ik ben hier zo blij mee. Ook dat ik lekker naar binnen kan kijken wat er allemaal in zit. Top! En laat ik jullie ook gelijk meenemen naar beneden. Want de koelkast is er natuurlijk ook. En hij is zo geweldig. Oké, dit is hem, guys. Hij is super lang. Zoals je kan zien, hij komt gewoon bijna helemaal tegen die kasten aan. We hebben voor een Samsung gekozen. En ja, dit is dus vriesgedeelte. Het is een no frost. Voorheen hadden we altijd last van het ijs en zo. En dat heeft dit dus niet. Oh, er zitten ook ijsblokjes bij. En de koelkast zelf. Dit is hem. Ik ben er zo blij mee. Dit... Oh, er zit hier dus ook een eieren ding bij. Nou, dat gaat hierboven. Maar in ieder geval, hij heeft dus 4 vakken aan de rechterdeur. We hebben superveel opslag. Hij heeft 1, 2, 3, 4 plankjes en nog eentje voor hier. We hebben 2 groentenladen. Dit is la nummer 1 en la nummer 2. En beneden kan je zeg maar, stel dat je vlees onderin gaat zetten, vers vlees. Dan kan je hem volgens mij door middel van dit... Hoger. Hey, die koelkast is koud hoor. Die koelkast is echt koud. Het lijkt wel een vriezer. Maar goed, in ieder geval. Je kan het dus hiermee verstellen. Ik moet even nog lezen hoe het precies werkt. Aan de zijkant heb je knopjes waarbij je de koelkast kouder kan zetten. Hij staat nu op min 19. De vriezer is nu op min 19 en... De koelkast op 3. Maar je kan het zeg maar als je dit te koud vindt. Wat ik sowieso vind. Ik vind het echt super koud. Met de pijltjes maak je het warmer en kouder. Yes, it's a vibe guys. It's a vibe. Ik heb eindelijk weer een koelkast die ik kan vullen. Woe. Yes. Helemaal blij mee. Nou guys, ik kom net uit de douche. Ik heb mijn haar ook lekker gewassen. Ik heb het soort van gevlochten en in een knotje gezet. Ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar mijn oog, mijn rechteroog, als ik zo kijk, is gewoon helemaal ontstoken. Het doet zoveel pijn. Ik moet echt gaan slapen. De afgelopen dagen, ik denk echt dat het ligt omdat ik gewoon niet goed slaap. Ik slaap echt te kort en ik ben gewoon helemaal kapot. Ik weet niet of er mensen zijn die wel eens verhuisd zijn. Wanneer je zeg maar gaat verhuizen, je wilt het liefst alles in één dag doen. Maar ja, dat is haast niet mogelijk. Je forceert jezelf gewoon echt tot de max. Totdat je er gewoon letterlijk bijna bij neervalt. En dat is wat ik nu heb. Ik wil zoveel. En we doen ook superveel. Maar we vergeten dat we ook gewoon moeten rusten. En in mijn hoofd rust ik pas als mijn huis klaar is. Dus ik ga echt door. Totdat het af is. Want ja, ik vind het gewoon zonde om bijvoorbeeld op een vrije dag eventjes een uurtje of 2 uurtjes aan huis te werken. En daarna op mijn gat te zitten. Ik kan het gewoon niet. Er moet gewoon zoveel gebeuren. Ik kan gewoon niet rustig zitten als ik weet dat er zoveel werk op me zit te wachten. Gewoon echt even vervelend. Maar het is nu gewoon even een week doorzetten. Daan en ik hebben zo uitgekeken naar dit moment. En nu is het eindelijk zover. En nu is het gewoon echt doorknallen. Tot... het af is. Guys, we hebben zo net alles een beetje op zijn plek gezet in onze kamer. Want in onze kamer gaat in principe alleen een bed en een bureau.
En voor de rest willen we het eigenlijk gewoon leeg houden. Eerst dacht ik van oké, ik wil eigenlijk nog een soort van lange kast waar we onze linnen goed in kunnen zetten. Maar ik wil gewoon rust in onze kamer hebben. In principe is onze slaapkamer af. Maar ik ga aan het einde van de rit alles in zijn geheel laten zien. Maar ik kan jullie nu alvast vertellen. De slaapkamer is echt super nice. Nu al, ik moet het nog een beetje opleuken met accessoires. Maar het is echt een vibe. Vooral met die muur en de plant die ik al eerder heb laten zien. It's a whole vibe. Dus bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen dikke duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan heb ik je gewoon te zien bij de volgende video.